Hij werd er even stil van. Toegegeven, het is ook een beetje luguber. Een overlijdensbericht in de krant plaatsen van een speler die naar een concurrent vertrekt. Maar het geeft ook aan hoe belangrijk en geliefd Bartolomeu Obetje bij Cambuur was. I was well received from the first day and I'm also gonna miss them too. But yeah, it's football life. Willem II zag vorige week sleutelspeler Stijn Wuitens vertrekken naar AZ. Er kwam toen geen overlijdensbericht, maar ook trainer Jurgen Streppel was er even stil van. Ja, dat is heel vervelend. Maar die stilte wordt nu dus opgevuld met aanvaller Obetje, die bij Cambuur verantwoordelijk was voor 40% van alle doelpunten. Een jongen die als eerste verdediger kan fungeren en ook als aanspelpunt en als doelpunt te maken. Dus ja, wij zijn erg blij met hem. De club wants to make further. And yeah, it sounded really very ambitious to me. And yeah, it's also in the line of what I'm looking forward to doing. It's a good challenge for me. En dan die andere versterking, Eindhovenaar Rosdi Asante. Speelde ooit bij FC Eindhoven en PEC Zwolle. Bij de laatste club verdiende hij een transfer naar Vitesse, waar hij 2,5 seizoen zou spelen. En nu is hij weer terug in zijn eigen provincie. Nou, bij Vitesse was het klaar en goed, ik wil graag spelen. En terug in de positie, ja. Brabant, heerlijk. Terug in Brabant dus, precies op tijd, want over een week barst carnaval los. Bijna carnaval. Ja, maar ik vier het niet, gelukkig. Wat moet je eens doen, jongen? Nee, joh. Al de Brabantse muziek, ik versta er helemaal niks van. Ik kom zelf uit Brabant, maar Brabantse nacht zijn lang, zeggen ze altijd, dus. Dat is ook zo'n liedje. Ja, dat weet ik. Het is meeuwis, toch? Zou kunnen. Oh.